Junior Chamber International, JCI, Nilom JC's en Young Leaders of the Americas Initiative hebben vandaag een workshop gehouden voor vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties. De participanten zijn technieken bijgebracht om beter samen te werken. Hoe meer er wordt samengewerkt, hoe meer inzicht men krijgt in projecten die uitgevoerd kunnen worden, stelt Moreno Jackson van JCI. Tijdens de workshop is ook ingegaan op de uitdagingen waarmee gemeenschappen in Suriname te kampen hebben. Jackson vertelt meer over de workshop. Een van de onderdelen van onze workshop. Hoe doe je een daadwerkelijk onderzoek wat er nodig is in de gemeenschap en hoe ga je dat omzetten in een vruchtbaar projectproposal? Verder ben ik ook hier als Wiley alumni, zoals ik aan heb gegeven. In 2016 heb ik het voorrecht gehad om naar Amerika te reizen om deel te nemen aan een 6-weekse programma geïnitieerd door Barack Obama. Na het programma is er aangegeven dat er nog diverse opportunities zijn voor de alumni, waarbij de mogelijkheid er bestaat om diverse projecten te schrijven en grenzen te krijgen. Ik heb dus een project geschreven waarbij wij de focus hebben gelegd op NGO capacity building. Het doel daarvan is dat wij dus samen gaan kijken met de NGO's wat hun sterktes zijn, maar ook wat hun weaknesses zijn. Waar zijn de focusgebieden van de diverse NGO's, zodat wij eigenlijk als stichtingen, organisaties binnen deze gemeenschap die daadwerkelijk gewoon een fundamentele rol vervullen, hoe wij dus eigenlijk een grotere bereik kunnen krijgen. Moreno Jackson van JCI over de workshop die vandaag is gehouden om niet-gouvernementele organisaties te versterken.